Tussen 1879, het jaar waarin Pim Mulier het voetbal in Nederland introduceerde, en 1956 lagen 77 jaar, een mensenleeftijd. Er waren in 56 dus nog mensen die een wereld zonder voetbal hadden gekend. Je vraagt je af, wat deden ze in die tijd in godsnaam met hun zondagen? Erg verwonderlijk is het dus al met al niet dat voetbal in zo'n korte tijd zo populair is geworden. Als een voetbalclub verliest, rijdt Kees maandags, dinsdags en ook woensdags nog een beetje met een zuur gezicht de wijk rond. Alsof hij zure melk verkoopt. U wilde me nog iets vragen. Ja, meneer Boekman. Ik wilde u vragen, wanneer is een doelpunt gemaakt? Dat is een schot. Jawel, dames en heren. Sven Bankhuis heeft de bal. Achter de Duitse keeper. Het is een doelpunt. Het juichen voor een doelpunt is een culturele verrijking van onschatbare waarde. Het is niet te vatten. We ondergaan het hoogste kortstondige geluk, omdat een lapje leer in een netje valt. Ik keur dit goed. Mensen die niet juichen, wijs ik af. Wie eenmaal gejuicht heeft voor een doelpunt, kan zeggen: ik heb geleefd.